We zijn hier bij Wijngaardbaan. Camperplaats, Wijngaardbaan officieel. We zijn in 2005 met de wijngaard begonnen. En in 2010 kwamen de campers erbij. We hebben ze gehad uit Hongarije, Portugal, Spanje, Zweden, Litouwen, overal. Zelfs nog één keer een jaar uit Zuid-Afrika. Dat is wel een heel leuk. Ja, en Australië hebben we ook nog een keer gehad. En hoe kwam het dat jullie van wijnbouwer ineens ook een camperplaats hadden? De NKC kwam bij ons, bij de gemeente eigenlijk, dat ze eigenlijk een camperplaats wilden hebben. En toen heeft de gemeente gezegd, wij willen, ga maar eerst naar Wijngaardbaan toe. Maar die hebben de papieren al heel lang onder in de koelkast gehad. Dus vandaar. Ja, tot aan 16 ongeveer kwamen de boten van Melken en van de Somp hier nog aanleggen bij de steiger. En dan kregen ze dus een uitleg van de wijnen, wat ze konden proeven. Ik kreeg in 14 een driedubbele hernia onder in de rug. Toen was het niet meer zinvol om een wijngaard te doen? Was het voor mij niet meer te doen. Nou, een historische plek is dat we een buurman hadden die dus kunsthistorie deed. En die zegt tegen mij van, god Anja, mag ik daar eens naar kijken hoe en wat? Ik zei, nou, je doet maar. En daar kwam dus eigenlijk achteruit dat aan het eind van het vlak eigenlijk een klooster aan het kapel heeft gestaan van de Johannitenorde. En dat hebben ze in 1100 afgebroken, omdat ze in de winter altijd met de voeten in het water stonden. En dat is, dat is afgebroken verder. En dat is allemaal met van Bentheimen zandsteen is het weer teruggegaan naar Bad Bentheim. Wij zitten in de driehoek van de A1, A35 en het spoor van Rijssen naar Wieren. En je hoort hier niks.